chicane. Jafar bij Marco Sørensen aan de binnenzijde is dat dan. Ja, nogmaals, heel veel. Oh, dat gaat helemaal fout! Oh, gigantische klapper op het rechterstuk met Marco Sørensen die op topsnelheid in aanraking komt met Jasmin Jafar. En het is een hele harde klapper voor Marco Sørensen. Oi, 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 oi. De wielen klappen in elkaar op het rechterstuk. En dit is een hele, hele zware crash voor Marco Sørensen. En ik hoop dat het daar allemaal goed gaat. En dit kan niet anders dan dit een safety car situatie wordt. En misschien nog wel meer dan dat. Goeiedag zeg, een enorme klapper op het rechterstuk tussen Jasmin Jafar en Marco Sørensen. En er wordt al rustig aangereden. En natuurlijk is de vraag, gaat het allemaal goed? Ik zie beweging daar in de cockpit bij Marco Sørensen. En daar zijn we al eventjes stil van, want dit is een hele, hele zware klapper. Met de Tech One rijder die dus ondersteboven op het rechterstuk in Monza over het asfalt heen schuurt. En ja, de vraag is natuurlijk ook, gaat het goed daar met Jasmin Jafar? Safety car situatie natuurlijk al daar. Maar een gigantische klapper in de openingsfase hier op het circuit van Monza. En ik hoop dat het daar allemaal goed gaat, want het is zeker niet iets wat we vaak zien. En absoluut niet op dat soort hoge snelheden, dat wil je dus absoluut niet zien. Gelukkig leek de rollbar het prima vol te houden. En zo een hectische openingsfase, dat mag wel duidelijk zijn. Hier Jasmin Jafar, daar is dus alles prima mee in orde in de enige ISR-auto. Want dat is misschien ook wel het verhaal in de paddock. Het zijn zowel Comtech als ISR en de Tech One die maar één auto hebben ingeschreven dit weekend. Heeft er allemaal mee te maken dat toch niet het benodigde budget is gevonden om het startveld compleet op te vullen. En ook het team van Carlin is er niet bij. Zorgt ervoor dat we maar 21 auto's op de startgrid hebben. Daar is Marco Sørensen en alles is prima met hem. En dat is absoluut goed om te zien, want het is een hele harde klapper geweest hoor. Hier nogmaals het moment. Wie is nou eigenlijk degene die naar elkaar toe stuurt? Is het Jafar die naar links stuurt of Sørensen naar rechts? Dat is de vraag. Oh, het is Sørensen die het zelf doet. Ja hoor, Sørensen die stuurt naar rechts. En die gaat dan vol over het edele dak. En dat is toch echt wel met een vaartje van richting de 300 kilometer per uur. En dan is het heel erg goed om te zien dat beide heren kunnen uitstappen. En ook Jasmin Jafar, die kan eigenlijk niks aan doen. Een gigantische klapper hier dus in de openingsrace van de Formule Renault 3.5. Met Marco Sørensen en Jasmin Jafar. En dat zorgt ervoor dat we in de safety car situatie bevinden. Vanuit verschillende hoeken zien we dat dan ontstaan. Ja, het lijkt er wel op dat het Sørensen die wil misschien in de slipstream duiken van Maflaan. Of is dat dan in de roodgekleurde bolide die daar alleen rijdt. Ja, heel veel rotzooi daar. Het is een wonder dat het daar achter in het beeld en achter in het veld allemaal goed gaat.